en naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. In de eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes heb ik uitgelegd hoe je kan zien aan welke kant van de auto de tankklep zich bevindt. En dat zie je in dit geval ook van deze Mercedes X-klasse, zie je dat ook. Hier staat het symbool van het benzinepompje en dan zie je links ervan een pijltje. En dat betekent dat de tankklep aan de linkerkant van de auto zich bevindt. Geloof dus niet dat fabeltje waarin mensen zeggen dat je het kan zien aan het vulpistool. Want je ziet het vulpistool zit in dit geval aan de rechterkant, maar de tankklep zit daadwerkelijk aan de linkerkant. En als je dan dat symbooltje niet hebt van dat pijltje naast dat pompje, ja, dan kun je nog altijd even je deur open doen en dan kun je kijken aan welke kant zit nou jouw tankklep. En in dit geval zit die inderdaad aan de linkerkant. Maar met deze auto, de Mercedes X-klasse, is iets bijzonders aan de hand. Want als je namelijk naar de andere kant zou lopen, dan zie je dat ook aan deze kant een tankklep zit. Ja, uniek is die daar trouwens niet in. Zo'n Jaguar XJ had het ook jaren. En dan kon je, als je bij de pomp komt, dan kon je de auto in het midden zetten. En dan kon je van de linkerkant kon je zo hup, een vulpistool erin zetten. En van de rechterkant. En dan werden die dubbele tanks werden dan in één keer gevuld. Stond wel erg stoer als je dat zou doen. Eén advies. Doe die grap nooit met zo'n Mercedes X-klasse uithalen. Want aan deze kant moet je er absoluut geen dieselolie in gooien. Want hier moet je AdBlue bijvullen. Ja. AdBlue, maar wat is nou precies AdBlue? Het is een goedje dat ervoor zorgt dat er een nabehandeling plaats heeft, zodat de NOx-waarde wordt teruggedrongen, wordt gereduceerd, zodat je schonere uitlaatgassen krijgt. Het bestaat uit gedemineraliseerd water en ureum en zorgt ervoor dat de NOx wordt omgezet in waterdamp en in stikstof. En daardoor wordt die NOx-waarde wordt verlaagd. Ja, dit wordt niet permanent ingespoten. Nee, pas als in de katalysator te veel NOx wordt opgehoopt, dan wordt er dat geïnjecteerd net voor de katalysator, waardoor er een nabehandeling plaats heeft. Maar weet u dat u het ook echt moet tanken? Het verbruik van AdBlue dat is sterk afhankelijk van de rijstijl. Afhankelijk van of je veel in de stad rijdt, of je normaal rijdt op de snelweg, of dat je alleen maar vol gas rijdt. Ja, de grootte van de tank is ook weer afhankelijk van de auto en van de fabrikant. Bovendien, ook waar de vulopening zich bevindt, is afhankelijk van de fabrikant en de auto. Vaak zie je het direct naast de vulopening voor de dieselbrandstof. In dit geval dus een aparte vulopening. Maar de Peugeot 308 van één generatie terug, die had het zelfs verstopt in zijn bagageruimte. En dat was een enorm gehannes om daar bij te komen. Hoe vaak moet je het dus tanken? Ja, dat is afhankelijk van je rijstijl, zei ik net. En de meeste fabrikanten zeggen dat de tank groot genoeg is dat je gewoon onderhoudsbeurten kunt overbruggen. Mocht die tank van de AdBlue nou eerder leeg zijn dan dat jij toe bent aan je onderhoudsbeurt, wat dan? Nou, dan kun je naar het tankstation rijden, dan kun je de AdBlue er zelf bijvullen of je rijdt even langs het dealerbedrijf en daar laat je hem door een van de monteurs, de technici, laat je hem zelf bijvullen. Ja, maar hoe weet je nou wanneer die tank leeg is? Nou, want het verbruik is afhankelijk van jouw rijstijl. Dat is heel makkelijk en dat geldt voor alle auto's. Op het moment dat die tank bijna leeg is, wordt dat aangegeven in je display. En je ziet in het geval van deze auto dat hier centraal in het display, we hebben nog niet gestart, verschijnt al gelijk de melding AdBlue bijvulling, zie handleiding. Ja, en geef hier gehoor aan. Waarom? En dat geldt voor alle auto's. De laatste kilometers met de laatste druppels gaat die auto in een soort van noodloopprogramma. Dan wordt de snelheid wordt gereduceerd en ook de afstand die je nog kan rijden wordt ook gereduceerd. Dat laatste klinkt misschien een beetje vreemd. Dat is het ook, maar is het ook weer niet. En waarom niet? Omdat het rijden zonder AdBlue betekent dat je een milieudelict pleegt. Dus die autofabrikanten hebben het zo ingesteld. Dus op het moment dat jij zeg maar op die laatste druppels AdBlue rijdt, gaat die auto in een soort van noodloopprogramma. Het motormanagement die registreert dat. De auto die gaat wat rustiger rijden. Je hebt vermogensverlies. In het geval van deze auto heb je de laatste 50 kilometer kun je maximaal 20 km per uur rijden.
Ja, en dan ben je genoodzaakt om de auto langs de kant te zetten. Want op het moment dat er geen AdBlue meer in zit, kun je de auto niet meer starten. Geldt voor alle auto's, hè? Niet specifiek voor dit model, geldt voor alle auto's. En dat betekent dus dat je iemand moet laten komen of met AdBlue, of de auto moet opgetakeld worden. Ja, en dat is toch vervelend, hè? Door zo'n klein iets dat je daardoor jouw reis niet kan vervolgen. Nou, stel je voor dat jij die AdBlue bijvult, waar moet je dan op letten? Je moet zorgen dat er sowieso een luchtdichte afdichting is tussen de AdBlue flacon en de tankopening die aan de andere kant zit, hè? Want hier zat de dieselolie in. Dat weten we natuurlijk door dat pijltje wat hier in het display zit. Maar wat je moet doen is zorgen dat je auto horizontaal staat. Dan krijg je de beste vulling, krijg je de beste meting. En die meting is essentieel. Als je namelijk die AdBlue erbij gooit en je doet daarna de auto gelijk hup starten, dan zal die nog steeds zeggen, er zit te weinig AdBlue in het reservoir. Nou, je moet de auto eventjes 1 minuut lang contact zetten. Dan heeft het motormanagement geregistreerd hoeveel dat ongeveer in het reservoir zit. En kun je daadwerkelijk je auto weer starten.